jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie dit weekend lekker meenemen in mijn leven. Ik heb weer eens wat besteld. En mijn protein. Dus dat gaan we even uitpakken. Ik had de Easter Selection box besteld. En een protein cookie, zo'n grote. Let's pak het uit. Oh my god. Oké, dit is geen samenwerking of zo. I wish. Maar dit ziet er echt heel lekker uit. Een chocolate fudge brownie. Double dough brownie. Deze, die zijn heel lekker. Die heb ik al een keer op. Pop Roll Chocolate Brownie. En deze zo groot als mijn hoofd. Cookies and Cream Protein Wafer. En een Rocky Road proteïnepoeder. Helemaal lekker. Heel blij mee. Ik heb net een video online gezet. En ik ga douchen zoals jullie hebben gezien. En nu ga ik even mijn kamer opruimen, want dat is echt een bende. En voor de rest zie ik het wel. Morgen heb ik echt een hele leuke dag. Dus daar heb ik ook zin in. En vandaag ga ik ook gewoon wat leuks aan proberen te maken. Ik ben klaar met opruimen en ik ben nu op mijn oude telefoon mijn foto's aan het terugkijken van vroeger. En ik ga die even ergens neerzetten. Maar oh mijn god, ik ga helemaal stuk. Ik heb hier een foto en daaraan kan je echt zien dat alles wat op Instagram staat zo nep kan zijn. Ik heb hier een foto gemaakt van mezelf in een hotelkamer met allemaal lekkere snacks. En hier zat ik meer aan mijn eten, dus met het wist niemand. En ik heb 0,0 van die snacks op. En ik heb waarschijnlijk die foto ooit op een Instagram account gezet van mij. Van, oh lekker oud, te chillen of zo. Terwijl ik hier gewoon niks van op heb. Oh, ik moet hier eigenlijk echt niet om lachen, want dat is echt erg. Maar even reminder, geloof niet alles wat op Instagram staat. Ik vind het zo grappig om nu terug te zien. Ik zit er echt zo van, lekker chillen met mijn snacks. Maar ik durf niks te eten. Ja, ik vind dat ik dit over mezelf mag zeggen, want oh. Dat wilde ik gewoon even laten zien. Ik ga echt helemaal stuk om mezelf. Ik zie allemaal foto's waarvan ik echt denk van, meid, waar is je pindakaas? Waar is het lekkere eten? Exposing myself. Oh, nog één. Een lekker broodje halen bij de bakker. Oh, en ik at dat helemaal niet op. Dit is zo erg om terug te zien. Ik ben wel blij dat ik hier nu om kan lachen. Maar ik vind het echt, oh. Dit vind ik ook een coole foto. Dat was in Denemarken. Oh, ik ga dit echt, ik wil het helemaal uit gaan zoeken. Ik vind het zo grappig. Oh, mijn oude notities. Oh mijn god, ik vind allemaal gedichtjes terug die ik ooit geschreven heb met mezelf. Dit is zo raar om terug te lezen. Oh my god. Ja, ik ga dit nog een keer helemaal uitzoeken. Maar ik vond het even leuk om mezelf voor lul te zetten hiermee. In ieder geval heb ik best wel weer een beetje trein. Dus denk ik even gaan lunchen. En daarna ga ik even een stukje wandelen. En naar mijn omaatje toe. Want morgen ga ik naar een vriendinnetje toe. En dan kan ik niet naar mijn oma. Dus ik ga vandaag even. Ik loop weer op mijn favoriete plekje. Bij mij in de buurt. Met Maxje. Het is precies 3:33. Ik ben net eerst even naar mijn oma geweest. Een uurtje of zo. En nu ben ik dus even lekker met Max een stukje aan het lopen bij het water. Want daar had ik gewoon echt even zin in. Het is niet heel warm meer. Van de week liep ik nog een korte mouw en nu heb ik een windjas aan. Maar ik ga hier even lekker zitten en nog een stukje wandelen. En dan zie ik jullie zo. Ik ben thuis en ik heb even mijn nagels gedaan. Zo ziet het eruit. Ik had het op Pinterest gezien. En ik vond het heel leuk. Dus ik dacht ik ga het namaken. Maar helemaal leuk. Ik vind het altijd, ik weet niet. Ik voel me altijd een stuk beter als mijn nagels er mooi uitzien. Goed verhaal hè. Het is inmiddels ook al, wow, 4:15. Holy moly.
Ik denk ook even geëditen, even YouTube-filmpjes kijken. Planning maken met Laurie wat we morgen gaan doen. Want ik ga morgen naar Laurie. Zal ik allemaal morgen uitleggen? Ja, dat is wat ik ga doen. Good morning. Het is 9:30. Ik ben al best wel een tijdje wakker. Maar ik had ineens allemaal ideeën in mijn hoofd. Dus die heb ik even opgeschreven. En ik ga nu uit bed aankleden. Mijn make-up doen en dat soort dingen. En dan ga ik in de auto naar Eindhoven. Naar Laurie. Dus. Ik heb me aangekleed. Koffietje gedronken. Ontbeten. Het is nu 10:50. Om 11:00 vertrek ik naar Eindhoven. Want ik ga vandaag weer naar Laurie toe. Dan ga ik eerst in Eindhoven bij Laurie lunchen. Dan gaan we samen een soort van roadtrip maken naar Utrecht. Dat is ongeveer een uurtje rijden. Gaan we daar gezellig wandelen, koffietje drinken en sla halen voor avondeten of voor morgen als lunch. Geen idee, zie ik wel. En voor de rest gaan we gewoon kijken wat we gaan doen. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het een hele gezellige dag gaat worden. Dus ik ga even mijn spullen pakken en dan naar Laurie toe. Oké, het is 10:50 en ik ben bij Laurie. En we zijn even pannenkoek aan het bakken. En dan gaan we zo meteen naar Utrecht toe. Weet je waar ik me dus over verbaas? Nee. Dat mijn trui nog wit is. Ik ben helemaal zwart. De schoenen heb ik echt nooit aan, hè. Ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk, maar ik heb er blaren van. Die waren super duur, ik zelf gekocht. Ik moet alleen hoge sokken aan. Die tattoo, dat hadden we echt, als ik dat van tevoren geweten had. Maar ik wilde echt met jou doen, hè, wat ik stuurde. Dat was geen grapje, ik wil echt een tattoo met jou. Ja, ik ook. Maar ik weet niet wat je mooi vindt. Ik vind zo één zo'n woord wel heel vet. Mm-hmm. Ik wil nog een keer. Ja, ik wilde een leeuwtje eigenlijk hier, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb hier nu nog wel een plekje vrij. Maar ik wil wel iets kleins, maar wat niet zo lang duurt. Oké, wil je de, die granola van Happiness op? Doe maar welke jij het lekkers vindt. Doe je deur het open? Ik heb wat voor je. Huh? Dat is een minikogel. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for thrill of it. Het is inmiddels 4:30 en ik ben nou weer onderweg naar huis. Laurie is op het station teruggegaan naar huis en ik met de auto. Ik ben nog even aan het rijden, maar ik was het helemaal verkeerd gereden. Dus ik was even helemaal gestrest. Ik dacht, ik ga even stilstaan. Even op rust komen en dan ga ik weer door. Ik heb van Laurie en de moeder dit super lieve chocolade paas dingetje gekregen. Echt heel erg lief. Ik vind het gewoon zonde om op te eten, omdat hij zo mooi is. En Laurie en ik zijn naar sla geweest. Zelf samen hadden gesteld. Dus ik heb lekker avondeten opgehaald. Ook ik mega veel zin in heb. Nou, en nu ga ik eventjes wat drinken. En dan weer door naar huis rijden. Want ik ben alweer rustiger. Maar oh, ik kan er zo niet tegen als ik dan verkeerd rijd. Dan word ik helemaal panisch. En ik dacht gewoon echt, ik moet nu stil gaan staan. Anders word ik echt gek. Maar ik zit nu weer op de goede weg. Dus ik ga naar huis. Ik moet nog 1/2 uur rijden. En dan ben ik thuis. Het is 6:15. Ik ben thuis. Helemaal stuk. Ik heb echt heel veel zin in mijn avondeten in sla. Dat is zo lekker. Oh mijn god. Ik heb trouwens even een andere trui aan gedaan. Want ik had een beetje koud en zin in comfy kleding. En ik ben dit aan het eten. Want ik ga zo meteen pas avondeten. Maar ik ben kapot. Ik ga even editen of lezen of YouTube-films kijken. Eén van die drie. Het was echt een hele leuke dag vandaag. Ik weet niet hoeveel ik gevlogd heb. Want we zijn niet bizar lang in Utrecht geweest. Maar ik hoop dat het toch een beetje leuk is geworden. Ik ga nu even chillen. En dan zie ik jullie zo. Ik zag trouwens toen ik ging tanken. Dit mini dingetje van kauwgom. Ik vond het zo schattig. Ik moest het meenemen. Ik heb het ook voor Laurie meegenomen. Gewoon omdat ik het grappig vond. En dat kan ik gewoon niet laten liggen. Hoe schattig. Echt weer helemaal onzin. Maar dat vond ik gewoon even grappig. Joep. Ik heb de hele avond aan deze video geëdit. En ik dacht, aangezien ik jullie vrijdag niet mee heb genomen, omdat ik toen een andere video heb opgenomen, ga ik jullie morgen, maandag, gewoon nog een keer meenemen. Want morgen heb ik toch vrij. Ga ik proberen een leuke dag van te maken. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag maandag 5 april, 11:15.
Ik hoop trouwens dat jullie allemaal een gezellige paas hebben gehad dit weekend. Ik heb er helemaal niks aan gedaan, maar wel een leuk weekend gehad. Ik hoop jullie ook. Ik ben dus net wakker. Of nou ja, eigenlijk ben ik al best wel een tijdje wakker. Maar ik lag net in bed en ik ging naar buiten kijken. En het regent echt mega hard, het waait mega hard. En ik dacht echt van, wow, ik lig nog geen meter van dit weer vandaan. En ik lig gewoon droog en heb het warm. En hoe fijn is dat? Ik weet niet wat ik nu lul, maar dat kwam er eens. Kijk, hoe raar is het dat ik hier zit, dit letterlijk aan kan raken. 10 centimeter verder op een raam zit waar het echt scheidweer is, koud is en nat is. En dat ik hier gewoon droog en warm kan zitten. Ja, daar was ik even dankbaar voor. Nu heb ik net echt even mijn achternaam bedekken. Mega lang hierin gelezen. Mijn horoscoop. En dat vind ik echt super interessant. De laatste tijd ben ik helemaal into de astrologie dingetjes. En me daarin verdiepen. En ik vind het echt heel gaaf. Vroeger was ik hier niet zo van. Maar ik ben er een beetje ingekomen door ja, vooral Eva Johanna. Dus ga even zeker haar kanaal checken als je dat ook interessant vindt. Maar ik vind het zo lastig om over te leren. Want ik vind het zo interessant. Dus ik probeer alles aan te doen om er veel over te leren. Alleen ik doe er echt zo heel lang over. Dus als er mensen zijn die er heel veel van afweten. En die gewoon gezellig met mij erover willen kletsen. En een beetje mij kan leren of weet ik voor wat. Let me know. Lijkt me super leuk. Ik weet er al wel een aantal dingen vanaf zeg maar de basis. Maar de echte dingen eromheen vind ik gewoon zo lastig. Maar dit boek is echt een aanrader. Deze heb ik besteld op de site www.personalbooks.nl. En die maken gewoon een boek voor jou. En het is oprecht serieus waar. Alsof je je eigen handleiding leest. En dat is geen grapje. Er staan dingen in dat boek over mij die ik zelf gewoon nog niet van mezelf wist. Maar waar ik achter ben gekomen dat het inderdaad zo is door dat boek. Heel raar. Maar als je astrologie, sterrenbeelden, bijbla interessant vindt, is echt aanrader om dat boek te bestellen. Ik heb de volwassen versie, maar er is ook een kinderversie. Ik ga nu even aankleden en ontbijten, want ik heb een beetje trek. En dan ga ik daarna lekker denk ik de dag verdiepen in dit soort dingetjes. Ik heb een tijd geleden ontbeten. Ik ben toen begonnen aan mijn kamer opruimen. Ik ben mijn hele kast aan het uitzoeken. Ik ga zo mijn kledingkast opruimen, want dat is ook echt een bende. Het is nu bijna 1 uur. En wij gaan zo met de familie overbroodjes eten als lunch. Ik heb nog totaal geen honger, ik heb net ontbijt op. Maar ik doe maar gewoon gezellig mee. En dan ga ik er verder met opruimen. Want dan kan ik fresh de nieuwe week in. Ja! Ik weet niet hoe het hier is begonnen. Ik vind mijn extra accu van deze camera. En die accu ben ik oprecht al denk ik een half jaar kwijt. Hij ligt letterlijk achter mijn kledingrek. Hoe die daar komt, geen idee. Maar nu kan ik eindelijk weer meer gaan filmen. Met deze. Oh my god. Is dit een grap? Het sneeuwt. Een paar dagen geleden liep ik nog in mijn korte mouwen. En nu sneeuwt het. Wat een mindfuck. Oh, ik snap helemaal niks meer van dit land. Maar wel gezellig. Maar ik blijf lekker binnen. Oké, plannen zijn gewijzigd. Het is 4:30. En het is gestopt met sneeuwen. Dus ik ga even een stukje wandelen. Op mijn favoriete plekje. Als het daar niet te hard waait, anders ga ik weer terug. Maar gewoon even mijn kop legen. Even chillen. Even wandelen. Oké, dat was leuk verzonnen. Maar ik ben er. En het gaat weer sneeuwen. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want het is echt van die hagelsneeuw. Dat doet oprecht pijn. Dus het is nu niet chill om te wandelen. Dus ik denk dat ik gewoon even een klein stukje ga rijden. Met een muziekje op. Want dat is ook heel fijn. Dus ga ik dan nog even doen. Gewoon een kleine roadtrip met mezelf. Niet te lang, want we gaan zo volgens mijn avond eten. Maar dat gaan we doen. Bij deze ga ik de weekendvlog afsluiten, want ik vandaag niks bijzonders of leuks meer ga doen. Gewoon chillen, editen, dat. Dus ik hoop dat jullie deze weekendvlog leuk vonden. Als het goed is komt er volgend weekend gewoon weer eentje aan. Heb je nog video's die je graag wil zien die niet eetstoornis gerelateerd zijn, want dat ga ik echt minder doen. Laat me dan even weten in de reacties. Als je het nou leuk vond, dus ik even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Doei doei!